Hoi en welkom bij een nieuwe video van je Office 365 Coach. Mijn naam is Ralf van Hattem en in deze video gaan we kijken naar hoe je met Stream op SharePoint een video kan delen met jouw hele organisatie. Super veel vragen zijn erover en ik hoop na het zien van deze video dat je al je antwoorden hebt gevonden. We gaan aan de slag! Goed, het belooft een bomvolle video te worden, vol interessante informatie rondom het delen van streamvideo's binnen je organisatie. We gaan kijken hoe we Teams en SharePoint kunnen gebruiken om een omgeving te maken waarin je die video's kan plaatsen. We gaan kijken naar afspeellijsten. We gaan kijken naar hoe je vervolgens de rechten kan intrekken, mocht je dat willen. En daarna gaan we even kijken naar de fout situatie waar een gebruiker in terecht kan komen. Dus we gaan aan de slag. Zoals gezegd in het intro maken we gebruik van een SharePoint-site die gekoppeld zit aan een team om video's te delen met mensen binnen de organisatie. Ik heb in Teams een kanaal aangemaakt welk als doel heeft om daar video's op te slaan welke we met de organisatie kunnen delen. Om op de SharePoint-site te komen ga ik naar het tabblad bestanden en kies voor openen in SharePoint. We komen nu op de SharePoint-pagina. Rechts in het scherm zie je het venster heeft toegang. En daar kunnen we zorgen dat iedereen binnen de organisatie toegang krijgt tot de video's die we in deze map zetten. Zie je heeft toegang niet, klik dan op het i-icoon om dit venster te tonen. We klikken op toegang beheren en je ziet dat er vier groepen zijn die toegang hebben. Deze vier groepen corresponderen met de leden en eigenaren van je teamomgeving. Maar we willen ook dat mensen buiten het team de videobestanden kunnen bekijken. Klik hiervoor op toegang verlenen en typ het volgende in, Iedereen behalve externe gebruikers of Everyone except external users als je omgeving in het Engels staat. Klik vervolgens op het potlood, want standaard zou iedereen bewerkrechten krijgen, maar ik wil dat ze alleen kunnen weergeven. Kies voor kan weergeven en zet het vinkje bij meldingen verzenden uit. Klik als laatste op de knop Toegang Verlenen en de groep waar iedereen binnen je organisatie in zit wordt nu toegevoegd met het recht om de bestanden te bekijken. We verversen de pagina en controleren wederom Toegang beheren. We zien nu bij groepen dat er nu geen 4, maar 5 groepen zijn. De groep Iedereen behalve externe gebruikers is toegevoegd en er staat bij dat ze weer kunnen geven. Mooi! Dit is klaar en elk bestand die nu in deze map gezet wordt, kan bekeken worden door iedereen binnen de organisatie. Goed, je hebt nu gezien hoe je een omgeving kan creëren waarin je video's kan plaatsen. En die video's die kunnen automatisch ook door de hele organisatie bekeken worden, ongeacht hoe ze daar terechtkomen. Ik denk super cool. Wel een extra bonus tip: omdat ik gebruik maakte van een SharePoint-omgeving waar een Teams aan gekoppeld zit kan ik in die teams een lid toevoegen en dat lid dat kan direct ook de video's gaan beheren. Dus op deze manier kan je bijvoorbeeld met je communicatieteam samenwerken aan video's voor de hele organisatie. Een ander ding, je zag dat ik de groep iedereen behalve externe gebruikers toevoegde aan een map. Dat hoeft niet per se aan een map. Dat kan ook aan de hele site, kan ook aan een individueel bestand en het zou bijvoorbeeld ook aan een afspeellijst kunnen. En die afspeellijsten gaan we nu kijken hoe je dat maakt en beheert. Gaan we nu nog kijken naar hoe je de video's in een kanaal of afspeellijst kan categoriseren, welke ook weer door iedereen geopend kan worden. Ga hiervoor in je SharePoint pagina naar start en klik op Nieuw en vervolgens Lijst. Selecteer nu het standaard schabloon Afspeellijst. Klik op Schabloon gebruiken, geef het de naam en klik op de knop maken. Ook hier gaan we weer naar de toegang beheren. En verlenen we de toegang aan de groep Iedereen behalve externe gebruikers. Ook hier moeten we deze groep rechten geven, anders kunnen ze deze lijst niet openen. En let ook hierop dat je alleen weergeven rechten geeft, anders kan iedereen zomaar video's toevoegen. Om video's toe te voegen aan de afspeellijst klik je op Nieuw Item Toevoegen. Je kunt nu een video aan de lijst toevoegen die staat op je SharePoint-site. OneDrive kan overigens ook, maar kijk uit, want de rechten worden niet overgenomen vanuit de lijst. De kans is dus groot dat mensen foutmeldingen krijgen als ze die video willen afspelen. Oké, okay, dat was de afspeellijst. En één ding waar je echt rekening mee moet houden, is dat op het moment dat jij een video plaatst in een afspeellijst, die niet direct die rechten krijgt waarom iedereen in de organisatie toegang geeft geven tot die video. Dus dat wil zeggen dat als jij een OneDrive video, die kan jij omdat je de eigenaar van bent echt wel in die afspeellijst plaatsen. Maar die rechten voor iedereen, die worden echt niet gezet. Dus je zal per bestand in die afspeellijst alsnog die rechten moeten gaan zetten. Maar goed, het is wel belangrijk dat die afspeellijst de juiste rechten überhaupt heeft, anders kan niemand erbij. Gaan we nu kijken naar hoe je die rechten voor iedereen behalve externe gebruikers kan verwijderen, mocht je dat willen. Wil je op een later tijdstip de voor iedereen binnen je organisatie verwijderen? Ga dan wederom naar Toegang beheren en ga naar het tabblad Groepen. Klik vervolgens op de groep Iedereen behalve externe gebruikers en vouw de optie Directe toegang open. Klik nu het menu voor Toegang open en selecteer Directe toegang verwijderen en bevestig deze aanpassing. Nu is de groep verwijderd en zijn de bestanden niet meer toegankelijk voor iedereen binnen je organisatie. Goed, je bent in volledig op de hoogte van hoe je een streamvideo kan delen met de hele organisatie. We gaan zo meteen ook nog even kijken naar wat voor een problemen een gebruiker tegenaan kan lopen. Als je deze video niet eerder had gezien, dus juist rechter niet had gezet, gaan we zo meteen even naar kijken. Maar voordat we dat doen, heeft deze video jou geholpen? Doe alsjeblieft die duim omhoog, dat helpt mij ook weer om dit kanaal verder uit te bouwen. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook lekker onderaan de video de knop abonneren. En vergeet dan ook niet dat belletje aan te klikken, want dan krijg je netjes een notificatie van YouTube op het moment dat wij een nieuwe video hebben geplaatst. Gaan we nu naar het probleem kijken van een gebruiker als niet de juiste rechten op die streamvideo staan. Oké, okay, we hebben nu gezien hoe je videobestanden en als speellijsten kan delen met je organisatie, gebruikmakende van de SharePoint groep iedereen behalve externe gebruikers. Maar wat als we dat niet hadden gedaan? Wat was er dan gebeurd? Om je dit te laten zien, heb ik hier een teamsomgeving waar niemand anders dan ik zelf rechten heb. Ik heb in het kanaal Bedrijfsvideo's een videobestand geüpload. Ik open dat bestand en ik kan vanzelfsprekend de video bekijken. Maar wat als ik de link doorstuur naar een collega? Ik zorg dat de link in handen komt van collega Max en hij opent deze in zijn browser. Helaas, hij kan de video niet bekijken. Logisch, want niemand heeft nog de juiste rechten. Ik ga vervolgens het videobestand delen, wat overigens via Teams of SharePoint kan. Ik kies nu via het tandwiel dat iedereen binnen mijn organisatie de video kan weergeven en het downloaden sta ik niet toe. Ik kopieer de koppeling en iedereen zou nu de video moeten kunnen bekijken. Ik ga weer naar de omgeving van collega Max en ververs de pagina om te zien of de video nu wel getoond wordt. Helaas kan Max hem nog steeds niet bekijken, ondanks dat de video gedeeld is met iedereen binnen mijn organisatie. Dit komt omdat Max niet de juiste koppeling gebruikt. Ik zorg dat de koppeling die we in Teams gemaakt hebben in handen komt van Max. Hij opent deze koppeling en nu kan hij de video bekijken. Laten we even kijken hoe dit er nu uitziet voor wat betreft de rechten op het bestand. Om de rechten te controleren, klik ik in Teams achter het bestand op de drie puntjes en selecteer Toegang beheren. Ik zie nu dat Max met zijn account rechten heeft gekregen op het bestand. Dit komt omdat hij de juiste koppeling heeft gebruikt. Nu Max de juiste rechten heeft gekregen op het bestand zelf, zou ook de eerste link moeten werken. Laten we dat even controleren. En ja hoor, Max kan nu de video ook via deze weg bekijken. Dus wat hebben we nu gezien? En hoe lossen we dit op? Een video kan via verschillende manieren bekeken worden. Dit kan via verschillende soorten links. De zoekfunctie in SharePoint, of omdat de video is toegevoegd aan een site. Omdat je niet weet hoe men bij de video komt, is het van belang om de groep iedereen behalve externe gebruikers toe te voegen. Hierdoor kan elke persoon binnen je organisatie de video bekijken en het maakt niet meer uit hoe ze de video benaderen. Volg ons YouTube-kanaal voor meer interessante Teams en Office 365-video's. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende video. Tchau, gente.